Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag zien jullie geen Star Rider icoontje en jullie zagen het net al. Ik ben Star Rider geworden van de code en dat is deze code. Ik ben Star Stable er heel dankbaar voor. Alleen vind ik het jammer dat die ijsberg nu precies weg is, maar ja. Het begin hier in mijn stam. Weet eigenlijk niet waarom. Ik ga op Lucky Dancer. Moet wel even tuigen pakken, maar ja. Oh ja, dat is dus de update die ik eigenlijk uit moet zetten. Dat je wild kan worden. En ik vind het echt super leuk. Ik heb al een video opgenomen daarmee. En dan kun je andere mensen wel gewoon zien. Kijk, daar heb je een nieuw vakje creatief. Dan heb je een dingetje met port en wild paard. En dan zit je er weer op. Dan ben je er weer af. Dan zit je er weer op. Nou goed. En als andere mensen dit aan hebben staan. En jij hebt dit aanstaan. Dan kun je zien wie wordt een wild paard heeft aanstaan. Dat het ook op eigen scherm wild heeft. Moment hoor. Zo. En ja, ik vind het echt super leuk dat Star Stable dat in het spel heeft gebracht. Ik wilde nog een video maken over hoe je wild kon worden met van die glitches en dan moest je allemaal gaan rommelen en zo. Maar eigenlijk, en deze wil ik wel aanstaan. Eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Want ja. Ja. Dat is toch wel een beetje. Toch wel een beetje een soort van hacken. En dat vind ik niet zo heel leuk. Even kijken of ik iets geels heb met lange mouw hoor. Oh ja, en ik neem trouwens weer niet met cam op, omdat, ja, ik heb nooit echt zo'n zin om die webcam erbij te doen. Want vaak als ik opneem, dan zie ik er niet uit. Dus ja, dat is een goede reden. Misschien moet ik zo meteen nog eventjes een geel dingetje kopen met lange mouwen. Maar ik zou niet weten welke. Ja, ik heb er ooit één gekregen van Missies, maar waarom zou ik die ooit nog aandoen? Ik vond hem echt lelijk. Oké, dan doen we hem maar zo. Uitrusting. Past hier dat bruine zaad erbij? Ja, die past er hier wel bij. Ja, dit past er echt perfect bij. Oké, bruin. Bruin. Waar is dat? Niet die. Nee. Wel geel, maar die hoort er niet bij. Paard niet, zit naar mij kijken alsjeblieft. Deze zou wel passen, maar dat doe ik niet. Deze. Nou, een strikje heeft hij al. Kijk hoeveel lintjes ik heb. En deze moet ik nog even verkopen. Bandages. Hoppakee. En ook zadeltas nemen. Maar ja, ik ga waarschijnlijk heel de tijd berichten krijgen van Skype. Maar ja, dat kan niet zo heel veel schelen. Zit hier een diertje op? Nee, oké. Okay. Goed. Nou, daar zitten we dan eindelijk. En we gaan naar Star Rider. Ik ben zo blij. Serieus, ik ging gisteravond, had ik de code ingevuld, kwam online. En daar zijn die beelden dus ook van, dus die zijn niet van vanochtend. Ja, wat denk je? Ik ga niet een hele avond niet Star Rider zijn als ik wel Star Rider kan zijn. En in ieder geval, toen schreef ik echt 20.000 keer in de chat, I'm so happy, I'm so happy. En ja, dat betekent, ik ben zo blij, ik ben zo blij. Maar ik ging dus ook heel tijd springen en dat is gewoon geweldig. En natuurlijk heb ik ook meerdere accounts. En daar ga ik dit weekend en na dit weekend ook op spelen om levels hoger te komen. Maar Mia Shadow Sister is toch wel een beetje, ja, de meest belangrijke. En als het goed is, gaat Damien, mijn neefje, gaat ook Star Rider worden. Dat weet ik nog niet zeker, maar ik denk dat hij dat wel heel graag wil. En dan gaat hij ook missies doen en geld verdienen. En ik ga vooral vandaag trainen en morgenochtend. Maar ik heb al zo'n druk weekend en dan kun je nog Star Rider zijn ook. Dus dat is wel een klein beetje vervelend. Maar ja,
gezien in een weekend dat ik het heel druk heb en zo. Dus ja. Hey, Tiffany. Oh ja, Tiffany die zit trouwens niet meer in de club. Maar misschien komt ze wel weer in de club. Dus Tiffany, als je deze video kijkt, ik weet het niet zo goed. En wie is dit? Anouk Flowerfood. Ja, zij heeft een eigen YouTube kanaal. Maar ze moet mijn kanaal er nog steeds in benoemen. Dus ga naar haar YouTube kanaal Anouk Flowerfood. En niet met een D van food, maar van food, zeg maar. En dan zeg je onder een reactie, ik ben abonnee. Wacht even. Hoi. Ik nee. Maar ga naar haar kanaal en zeg onder haar laatste video, ik ben van Silkies and Friends en je moet Mia's kanaal nog steeds in een video zeggen. Zeg maar zoiets, ik weet niet. Bedenk iets. Ik ben er zo goed in het bedenken van dat soort dingen. Maar ja, ik ga in ieder geval nu geen missies doen. Ik ben al lang blij dat ik Star Rider ben. En ik ben erachter gekomen dat ik missies bij New Hillcrest heb. Dus daar gaan we dan even naartoe. En ik heb een hele leuke video dus met Spirit. En met die wild. En dat is echt heel leuk. Maar eerlijk gezegd, sorry, ik kan niet praten en zoeken tegelijk. Maar dat is echt heel leuk. We moeten nog één scène eigenlijk opnemen. Heel eerlijk. Denk ik dat dat wel goed gaat komen voor vanavond. Maar daar heb ik Tindra voor nodig. Want zij heeft hetzelfde paard als ik. En dan bedoel ik niet Spirit. Maar een ander paard. En ja. Vinden jullie trouwens dat jullie mij slecht kunnen horen? Jee, ik loop over de brug. Jee. Ja, ik kom er weer op. Jee, dit is zo leuk. Ook weer een pluspuntje van Star Rider zijn. Je kan op de brug gewoon lopen. Oké, daar ga ik weer. Goed. Voordat we voor de 20ste keer af gaan vallen. Oftewel de 3e keer. Laat ik maar even gewoon hier blijven. En we gaan naar New Hillcrest. Want er zijn dus missies. En ik heb die missies daarvoor in 2 weekenden gedaan. En die vond ik echt heel moeilijk. Maar ik heb daar... Ik heb daar... hoe moet ik dat zeggen? Ik heb daar geen video van gekeken of van opgenomen. Want ik vind toch wel... Star Stable heeft een beetje onlogisch bedacht eigenlijk. Want je moet zomaar iets random kiezen. En dan, ja, dan weet je niet wat je moet doen. Ik ben nog steeds verkouden. En op mijn Instagram staat, en mijn Insta is Mia Shadow Sister, het laagstreepje ertussen. Als je mijn club wil volgen is dat Shadow Sisters Army, met laagstreepjes. Daar staat dus op van real life foto's en zo. Dus ik ga binnenkort denk ik ook weer echt real life video's opnemen. En dan ga ik mijn pony en mijn paard en dan ga ik mezelf helemaal voorstellen en shit. Maar we gaan nu eerst een paar missies doen. Fit processor, sure. Oké. Gelukkig staan er ook groene dingetjes bij. Soms, niet altijd. Oh, hij is gewoon hier. Je bent echt blind. Serieus. Hij is echt blind. Het meisje is echt blind. Kijk eens achter je. Oké. Ik word een beetje druk. Wow. Allemaal van het bestek. Oké. Want ik had er allemaal van het bestek. Dat was voor mijn telefoon. Allemaal van mijn bestek opgegraven. Maar ik wist niet waar het voor was. Maar ja, blijkbaar hiervoor. Dus ik ga heel veel archeologische stuff doen.
Maar ik weet Ik heb die was alweer even gestopt, omdat ik alweer 10 minuten bezig ben. Dat betekent dat de video alweer bijna gaat stoppen. Maar ik heb net even een dingetje verkocht. En nu heb ik weer jorvikslingen, een beetje. En ja, ik ging dus naar deze gast. Want daar moest ik heen voor die missie. Oh, ja, gaat heel goed. En daar had je dus zo'n dingetje, die hier deze. En die had ik toevallig bij me. Die ik had opgegraven, had ik die toevallig bij me. Goed dat ik die niet terug in mijn kast had gestopt. En ja, die heb ik toegegeven. Dus. En toen kreeg ik 15 simpele dingetjes. En die heb ik toen verkocht. Hey, kijk, Lucky Dancer, dat ben jij. Ja. Ik merk wel dat ik soms ervoor moet mijn stem te krijgen. Maar dat is Ruitenclub. Ik dacht echt van, wat de fuck staat hier? Staat hij hier altijd al trouwens? Geen idee. Oké, maar ik dacht dat ik hier ooit een zadel had gezien die echt heel mooi was, maar misschien hebben ze die eruit gehaald. Of misschien was het een hoofdstel. Ik weet het eigenlijk niet. Bij de meeste winkels passen de hoofdstellen en zadels bij elkaar. Dus ja. Wow, die is serieus wel mooi. Maar ik vind die naden niet zo mooi. Weet je wel, die stipjes. Ja. En hier heb je alleen maar korte dekjes. En ik heb het liefst geen korte dekjes. Oh, wow. Kijk hoe raar dit zit. Dat kleine stukje in mijn zadel. Oké. Goed. Dat. Oh, dat is van strikjes en zo. Oh, dat wil ik ook wel even kijken. Wow, hebben ze dat nou zo erg aangepast? Of ligt het gewoon aan mij? Ik denk dat het gewoon aan mij ligt. Wacht, ik draai mijn kont even richting de camera. Kijk hoor. Oh, zo vet duur. Oh, ik vind de blauwe van deze echt mooi. Maar die kan je hier niet kopen. Die kun je dan weer in het winkelcentrum kopen. Dat vind ik wel weer raar, maar goed. Ik heb natuurlijk in mijn vorige video gezegd dat ik, als ik, oh moment. Ik herinner me opeens dat ik een vriend iemand iets schreef. Ik neem op CC. Me too. Het komt niet aan, dus ik heb hele slechte wifi. Ze kunnen in een moment netwerkfout krijgen waarschijnlijk. Maar ja. waar was ik? Oh ja. Ik heb in mijn vorige video gezegd dat ik Shire zou hernoemen als ik weer Star Rider was. Nou, ik ben nu Star Rider. Maar ik bedoelde eigenlijk als ik bijvoorbeeld Star Rider was van een maand of 3 maanden of misschien lifetime. Maar aangezien ik dat niet ben, ga ik hem ook nog niet hernoemen. Want het liefst wil ik wel gewoon minimaal 1000 Star Coins weer hebben. Voordat ik ook maar iets ga kopen, ook al is het maar een strikje. Ik wil gewoon minimaal 1000 Star Coins hebben. De reden daarvoor ga ik lekker niet vertellen. Maar als ik tot de kerstvakantie, en dat is in heel Nederland hetzelfde, de kerstvakantie. Ik ga even naar die beelden, dat is wel leuk. Als ik tot de kerstvakantie goede cijfers haal, dan kan ik naar HAVO, als het goed is. Niet als ik daarna gelijk weer inzwak en toch naar MAVO moet. Maar, scherpe bocht. En dan mag ik, als ik aan het eind van het schooljaar, dus niet aan het eind van dit jaar, maar eind van het schooljaar, naar HAVO ga, dan mag ik lifetime. Zo, dat moest ik even vertellen. Het is hier echt mistig, ik kan echt bijna niks zien. Ja, hier zijn we dan. Geeft dat ding nog licht? Hé, waarom geeft dit niet meer licht? Waarom? Waarom geeft deze niet meer licht? En waarom is het hier... Oh, wow. Nu is het opeens niet meer mistig. En hij geeft wel licht. Oké.
De game was gewoon een beetje raar en laggy. Maar hij geeft dus wel licht. En de rest niet. Volgens mij, of ben ik nu blind? Ik weet het echt niet. Volgens mij geeft hij geen licht. Oké. Weet je wat zo dom is trouwens? Dan heb je hier zo'n trap. Die zo omhoog gaat. En hierachter is niks. Oei, hierachter is gewoon letterlijk niks. Nou, logisch. Nou goed, ik denk dat dit zo ongeveer de video was. Ik wacht even tot de mist weggaat. Mist, ga weg. Mist, ga weg. Waarom ging het net weg dan? Mist, ga weg. Kst, ga weg. Kst. Ik zie trouwens nu met al die mist dat mijn beeldscherm echt super vies is. Goed, maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. Die video van Spirit en de Wild en zo, die komt vanavond online. Ik denk om 7 uur ongeveer. Hoewel, eigenlijk niet. Wacht. Niet om 7 uur. Want ik moet ergens gaan eten. Ik moet dit weekend 2 keer uit eten. Dus ik kan geen video's in de avond uploaden. Want dan ben ik er niet. Om dat op mijn laptop te doen. En het is een beetje moeilijk om dat op mijn telefoon te doen. Dus hij staat 5 uur online, denk ik. Als Tindra even snel wakker wordt. Want die is nog steeds aan het slapen. Ik moet wel toegeven. Ik neem op zich wel vroeg op. Maar dat doe ik omdat ik gewoon de rest van de dag wil ik gewoon... Star Riders zijn en dingen voor mezelf doen. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren als je dat nog niet had gedaan. En tot in de volgende video.